Er zit schot in de ontwikkeling van de leegstaande panden aan de Kromme Elleboog en de Groenmarkt. Projectontwikkelaar Van Wijnen wil appartementen, commerciële ruimtes en een parkeergarage bouwen op de plek waar vroeger de drukkerij van Boompers was gevestigd. De gemeente is eigenaar van het parkeerterrein aan de Kromme Elleboog. Bij een positief besluit van de gemeenteraad zullen de gemeente Meppel en Van Wijnen een koop- en samenwerkingsovereenkomst aangaan. De gemeente verkoopt hierbij het parkeerterrein aan de Kromme Elleboog aan Van Wijnen en krijgt de te bouwen parkeergarage in bezit. Wethouder Koning is enthousiast. Hij zegt dat het plan van Van Wijnen de Kromme Elleboog een aantrekkelijke uitstraling geeft en er een nieuwe beeldbepalende entree van de binnenstad zou ontstaan. Naar verwachting begint de bouw van dit vernieuwende project volgend jaar.